De leden, aangesloten bij de Werknemersfederatie Universiteit, WFU, hebben vandaag de actie opgeschort en bij de poort van de universiteit de situatie geëvalueerd. Uit een spoedalgemene ledenvergadering gisteren was namelijk gebleken dat het salaris en andere voorzieningen over september 2015 nog steeds niet voor alle leden waren overgemaakt. WFU-voorzitter Hugo Blanker had zijn misnoegen hierover geuit in een brief aan de voorzitter van het bestuur van de universiteit, Jack Menke. Het bestuur van de WFU had de leden de instructie gegeven om vandaag na te gaan of hun salaris was overgemaakt. Toen bleek dat voor velen het geld was gestort, werd besloten de actie af te blazen. Ministers, besturen zitten maar op hun puntjes. En ze laten dat, ze creëren problemen en wij moeten het varkentje komen wassen. Ik ben blij met de ondersteuning van de bestuursleden en van de leden om uiteindelijk na een circuitische opstelling erbij in te stemmen dat wij nu de zaak richting normalisatie gaan. De mensen, de enkele mensen, er zijn 1 of 2 banken die nog niet gestort hebben, waar nog niet gestort is. Die mensen die kunnen alsnog naar de bank, maar de massa, daar is wel al voor gestort. En die mensen die gaan proberen het werk te normaliseren. We hebben wel begrepen van CELOS dat mensen worden geïntimideerd dat ze de vandaag moeten opnemen. Als het moet, gaan we weer oproepen, want dan gaan we de tent nog definitief sluiten. Ja, terwijl de minister bezig is oplossing te zoeken, zijn er ondergeschikten die problemen creëren waarschijnlijk om in de picture te komen. Blanker zegt dat nu streng opgelet zal worden dat de salarissen van de medewerkers op tijd wordt overgemaakt. We gaan niet meer accepteren dat het laat wordt gestort, benadrukt hij. We hebben nu overeengekomen dat uiterlijk de laatste werkdag van de maand om 12 uur de salarissen en tegoeden gestort moeten worden voor alle medewerkers. Het punt is dat er verschillende banken zijn. Dus ook al heb je vandaag gestort, wil dat nog niet zeggen dat iedereen zijn geld krijgt. Wel nu, volgens dat voorstel, zullen we uiterlijk de 15e, we gaan straks die brief maken, een overeenkomst willen bereiken met en de minister van Onderwijs en het bestuur van de universiteit en de minister van Financiën. Om ervoor te zorgen dat op uiterlijk 25 bekend is wanneer de salaris, wanneer iedereen zijn geld krijgt. Hugo Blanker, voorzitter Werknemersfederatie Universiteit. De leden aangesloten bij de federatie hebben vandaag de actie opgeschort.